In 1343, toen Rusbroek vijftig jaar oud was, trok hij zich met twee andere priesters terug uit het bruisende Brussel. Ze betrokken een kluizenarij in Groenendaal in het Sonienwoud, even ten zuidoosten van de stad. Rusbroek zou nog 38 jaar in de kluizenarij te Groenendaal leven, die overigens al na zeven jaar. In 1350 zou uitgroeien tot een bescheiden klooster. Voor 1350, en vermoedelijk al in Brussel, had Ruisbroek reeds gewerkt aan van de Geestelijke Tabernakel. Over de Geestelijke Tabernakel, zijn meest omvangrijke en meest gelezen werk. De tekst is in niet minder dan 42 handschriften geheel of gedeeltelijk bewaard gebleven. De tabernakel gaat, zoals al zijn teksten, over de geestelijke groei van de goede mens. Maar in deze tekst ligt er een krachtig accent op drie onderwerpen. De kerk, de priesters en hun offers. Als overkoepelend beeld voor zijn uiteenzetting over deze thema's gebruikt Ruisbroek de tabernakel. Dat is in het Oude Testament de tent die dienst deed als heiligdom, de plaats waar de Israëlieten hun God aan banen en offers aan hem brachten. Het is bekend dat Rusbroek en de kleine kring van priesters rond hem zich ergerden aan de levenswijze van hun collega's die verbonden waren aan de Brusselse Sint-Goedelekerk, maar hun priesterlijke taken vaak verwaarloosden. Zij vormden een groep om hun leven en werk naar hun hoge opvattingen te kunnen realiseren. Het is goed mogelijk dat Rusbroek in het kader hiervan de Bijbel is gaan bestuderen en dan vooral de oud Testamentische ideeën over de kerk en het priesterschap. En misschien heeft hij zijn bevindingen wel voor zijn naaste collega's in voordrachten uiteengezet. Hierin zou de kiem kunnen liggen van de tabernakel. De centrale idee in de Ruisbroek-tabernakel is dat priesters in de kerk een hoge taak hebben, die door Christus zelf is ingesteld, en waarin ze door niemand vervangen kunnen worden. Ruisbroek, Bespreekt de tabernakel, die, zoals gezegd in het Oude Testament, het heiligdom is, waarin God aanwezig komt tussen de mensen, van buiten naar binnen, omdat de geestelijke ontwikkeling van de mens een beweging van buiten naar binnen is. Hij bespreekt eerst de voorhof van het heiligdom, met daarin het wasbekken en het altaar voor de brandoffers, dan de tent zelf de zevenarmige kandelaar, het wierookaltaar en de tafel met broden, en tenslotte de ark van het verbond, dat is de kist waarin de wet van God bewaard werd. Alles krijgt een allegorische betekenis toegekend. Het brandofferaltaar staat symbool voor het hart van de mens. De tabernakeltent voor de kerk als verzameling van alle goede mensen die met God verenigd zijn. De ark in het achterste deel van de tent als symbool van de aanwezigheid van God in de mens. De tekst leert ons om in onszelf een geestelijk tabernakel te bouwen en zelf een tabernakel te worden. Dat wil zeggen, een innerlijke woonplaats voor God. In religieuze teksten komen bouwsels heel vaak voor als beeld. De stad, de burcht, het huis, of als ze van Bijbelse herkomst zijn, het hemelse Jeruzalem, de Ark van Noé, de tempel. De metafoor van het gebouw is heel krachtig, zeker als het een Bijbels bouwwerk betreft. Dat is immers door God gewild en bevolen, het beeld van het bouwsel heeft daarnaast ook een bijzondere kracht als geheugentechnisch middel. De toehoorders en lezers konden innerlijk een mentale voorstelling maken van het gebouw en zo de tekst beter memoriseren. De auteur van zijn kant kon eindeloos blijven doorbouwen en details toevoegen. Die vernuftigheid... Laat zich in Rusbroek's Tabernakel heel goed zien. Schijnbaar moeiteloos bouwt de auteur een enorm bouwwerk op. Dat werkt als een grote metafoor voor het religieuze en mystieke leven. Overigens zal de tekst de middeleeuwse lezer ook wel voor uitdagingen gesteld hebben. Om de tekst ten gronde te kunnen volgen, moet men een goed gedetailleerd beeld hebben van de tabernakel en alle voorwerpen die erin staan. Maar geen enkele van de overgeleverde handschriften bevat een afbeelding van de tabernakel. De toehoorders en lezers van de tekst moesten dus een mentale voorstelling maken om de tekst te kunnen volgen. Ongetwijfeld zullen zij intensieve geestesarbeid hebben moeten verrichten om bij de lectuur van de tabernakel een innerlijke voorstelling op te bouwen. Maar het zorgvuldig, stap voor stap, mentaal opbouwen van die voorstelling maakte deel uit van het intensieve meditatieproces dat diende om de spirituele ontwikkeling te bewerkstelligen die Ruisboek beoogde. En zo de innerlijke tabernakel te bouwen en uiteindelijk zelf de tabernakel te worden.